Vandaag ben ik bij de Nationale Onderwijstentoonstelling, ook wel de NOT-beurs genoemd. Deze vindt plaats in de jaarbeurs in Utrecht. Vandaag wil ik weten hoe mensen denken over het groeiende aanbod aan visuele lesmaterialen. Hoe zien zij de ontwikkeling van digitaal lesmateriaal voor zich? En denken de mensen bijvoorbeeld dat beeldboeken tekstboeken gaan vervangen? Zou u zichzelf even kunnen voorstellen? Ja, doe ik zeker. Jeroen van Es, docent, uitgever en directeur van de uitgeversgroep. En hoe ziet u de ontwikkeling van de digitalisering van het educatieve materiaal voor zich? Nou, ik denk dat het onderwijs, eigenlijk zoals het nu is, met docenten als zeg maar, de meester en de leerlingen als de gezel, zeg maar, samen onderwijs maken, dat het nog steeds heel belangrijk is. Dus klassikaal, groepsgericht onderwijs geloof ik echt in. Aan de andere kant wil je ook dat je heel erg op die leerling individueel kunt afstemmen. Dus individualisering is van belang en daar is digitaal natuurlijk geweldig interessant voor. Als het maar web-based is, want je wil niet al het gedonder hebben in scholen met betrekking tot netwerkbeheerders, etc. Dus digitaal, web-based, daar geloof ik echt in als ondersteuning van het primaire proces, namelijk onderwijs geven. En gaat hierbij het beeldmateriaal het tekst ook overnemen? Ik denk dat beeld steeds belangrijker wordt. We zitten in een beeldmaatschappij. Kinderen reageren heel erg op beeld. Dus ik geloof dat tekst en beeld uiteindelijk een andere verschuiving gaat opleveren. Dat beeld belangrijker wordt en tekst ondersteunend wordt. Terwijl het nu nog heel vaak, ook bij ons in de boeken, tekst leidend is en beeld ondersteunend is. Nou, dat is wel de uitdaging die wij als uitgevers, wij als docenten wel voor ons zien. Van hoe krijg je boeken, beeldboeken zie ik dan een beetje voor me, in een andere gedaante tot stand komen. En we zijn lekker met pilots bezig om van tekstboeken, beeldboeken, naar beeldboeken, tekstboeken te komen. Hoe dat eruit gaat zien, we zijn geïnteresseerd in alle ideeën die er zijn. Dus heeft u ideeën, dan laat ze maar komen. Ontzettend bedankt voor uw tijd, Jeroen. En nog heel veel succes op de beurs. Dankjewel. Zou u zichzelf kort even kunnen voorstellen? Ik ben Harry van Sas, ik ben adviseur buitendienst bij Heuting Primair Onderwijs en ik mag proberen een klein beetje leiding te geven aan deze stand achter ons. Wat is uw toekomstvisie op de verhouding van beeld en tekst? Ik denk dat er steeds meer digitalisering plaats gaat vinden. Ik ken mijn oud-collega's echter goed, ik ben zelf ook onderwijzer geweest. Dat zal niet zo snel gaan als dat de markt misschien wel zou willen. Als ik nu ga kijken van hoeveelheid scholen die bij ons om advies komen vragen, wij als Heuting geven onafhankelijk advies over welke methode, moet ik constateren dat 70% toch nog wel steeds zegt van voornamelijk het foliomateriaal, oftewel de boeken erbij en een stukje digitaal. Je hebt er altijd de voorlopers bij op dit moment die zeggen van joh, ik ga volledig digitaal. Dus ik denk dat er op dit, tussen nu en 5 jaar zal het echt nog een mix zijn. Over 5 jaar verder kijkend vind ik ingewikkeld, want dan ga ik wel echt een glazen bol pakken. Maar het is wel zo dat doordat de materialisatie gaat veranderen, dat de school, de markt wel wat meer richting het digitale zal gaan. Maar vooralsnog denk ik dat het houvast van het boek, het daadwerkelijk kunnen omslaan van de pagina's, het kunnen zien, een handleiding kunnen lezen, dat nog wel even zal blijven. Ontzettend bedankt voor uw tijd. Zou je me kunnen vertellen wat je doet binnen Skoola? Ik werk sinds 2 jaar bij Skoola. Skoola is een online oefenprogramma waarbij de lesstof van school digitaal nog een keer geoefend kan worden. En dat kan via de tablet, via mobiel of via de computer. Nou ja, onze visie is wel dat offline en online elkaar heel erg goed aanvullen. Heel veel op school gebeurt nog offline en dat is natuurlijk ook goed. Kinderen moeten er ook op uitgaan, moeten ook leren hoe de echte wereld in elkaar zit. Maar online is een hele goede aanvulling daarvan. Omdat kinderen zo makkelijk met digitale schermen om kunnen gaan en omdat ze het ook heel erg aantrekkelijk vinden. Dus op die manier kun je voor kinderen het leuker maken. En als het leuker is, dan vinden ze het ook, dan leren ze ook meer. Dus dat is een beetje onze visie. Streven jullie er dan ook naar om uiteindelijk het beeld, het teksten of het offline een beetje te vervangen? Nee, wij denken wel dat het altijd een mooie afwisseling blijft. We zien wel dat er een hele grote meerwaarde ook zit aan offline
in de echte wereld de wereld ontdekken. Maar we zien wel dat veel meer leerkrachten ook de kracht van digitaal lesmateriaal ondervinden. Het wordt heel veel, digiborden worden heel veel gebruikt. We zien dat er ook heel veel tablets tegenwoordig in de klas worden gebruikt. En ja, dat is wel een mooie ontwikkeling, want leerkrachten wordt zoiets uit handen genomen. Zij kunnen digitaal de resultaten inzien. Dat is veel sneller dan alles zelf nakijken. En daarnaast, ja, wat ik zeg, kinderen vinden het leuk. Een leuke samenwerking die we bijvoorbeeld hebben, waarbij je die offline en online samenwerking ziet, is met Nieuwsbegrip. We werken samen met Nieuwsbegrip. Dat is een programma waarbij de actualiteiten in beeld worden gebracht. En vervolgens in een quiz, in een Skoola-quiz, wordt kinderen gevraagd naar die actualiteiten. Dus zo maak je een beetje een combinatie tussen de offline wereld, maar ook het online aanbieden en het online vragen. Rianne, ontzettend bedankt voor je tijd en het beantwoorden van mijn vragen. En nog heel veel succes op de beurs. Graag gedaan, jou ook bedankt. Zou u me kunnen vertellen wat u doet bij het Rijksmuseum? Ja, dat is goed. Ik ben Valentijn en ik werk voor het voortgezet onderwijs in het Rijksmuseum. Dus alle activiteiten die daarmee te maken hebben vallen onder mijn hoede. Van de programma's, ook het online lesmateriaal en ook talentontwikkelingsprogramma's. En op wat voor manier verandert het educatieve materiaal bij jullie bij het Rijksmuseum? Nou, een hele specifieke verandering is dat we van hele statische PDF-documentjes eigenlijk naar hele mooie Rijksstudio's zijn gegaan. En dat zijn verzamelingen beelden op de website. En daarmee kan een leraar de hele collectie in de klas brengen. Dus we hebben de helft van de collectie, dat zijn meer dan 1 miljoen objecten, hebben we nu gedigitaliseerd op hoge resolutie. En ik kan het wel even laten zien hoe dat eruit ziet. Je gaat naar de website, naar bijvoorbeeld rijksmuseum.nl/voor de leraar. En daar vind je allemaal verzamelingen met beelden. Je klikt daarin aan die bijvoorbeeld te maken heeft met het onderwijsprogramma wat je gaat doen in het Rijksmuseum. En dan zie je een mooie verzameling met beelden die bij dat onderwijsprogramma past. Met een klein beetje informatie erover. Maar niet te veel tekst. Dus je ziet wat algemene informatie en vooral heel veel stimulerende kijkvragen. Nou, dit kan je groot op je digibord projecteren en onderwijs-leergesprekken daarover voeren met je klas. Dus je zou kunnen zeggen dat beeld uiteindelijk de tekst gaat vervangen? Nou ja, ik weet niet of het helemaal gaat vervangen, maar wij van het Rijksmuseum zijn natuurlijk heel goed in beeld. Dus wat we aan willen bieden, daarin is het beeld ook dominant. En we willen vooral dat leerlingen goed gaan leren kijken. En dat doe je natuurlijk door dat beeld heel goed aan te bieden, ook online. En welke andere dingen doen jullie nog meer op het gebied van digitaal lesmateriaal? Nou, wat heel spannend nu is dat we een webapplicatie gaan maken en dat heet Snapguide, Rijk Snapguide. En dan kunnen leerlingen die zelfstandig het museum bezoeken, dat zijn er 60.000 per jaar, een virtuele tour krijgen van hun favoriete YouTuber. Dus dat kan Mert zijn, maar ook Broederliefde of Jamie. En dat zijn YouTubers die ontzettend populair zijn bij leerlingen. En die leiden hun rond door het museum naar hun favoriete objecten. Maar geven ze ook challenges, zodat ze ook weer beter gaan kijken. En die challenges, dat komt uiteindelijk in de vorm van een vlog bij de leraar terecht. Dus eigenlijk maakt die leerling een videoverslag van zijn museumbezoek. Ontzettend gaaf. Heel erg bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen. We staan hier bij Schatgraven. Zou u zich kort even kunnen voorstellen? Ja, ik ben Corné Egers. Ik ben in het dagelijks leven directeur van een aantal basisscholen. Onder andere een SBO-school en scholen voor primair onderwijs. En die scholen hebben een eigen methode ontwikkeld, die Schatgraven op school heet. Ja, want jullie zijn dus bezig met de koppeling tussen fysiek en digitaal. En hoe wordt dat dan binnen Schatgraven vormgegeven? Ja, het digitale is vooral zeg maar, van belang voor de teksten, de filmpjes, de powerpoints, de plaatjes. Maar we wilden ook graag zeg maar, de koppeling houden ook met het gewoon het tastbare. Dat het niet alleen maar iets op een tablet is of op een digibord. Maar ook dat kinderen, zeg maar, als het gaat over het thema grootmoederstijd, dat ze een wasbord gewoon beet kunnen pakken, een petroleumstel aan kunnen steken. Dus dat je zeg maar, ook leskisten hebt waarin gewoon echt fysieke materialen zitten. Dus het is een combinatie. Tussen aan de ene kant digitaal, maar ook zeg maar de werkelijkheid in de klas, in een tentoonstellingje of met echte concrete materialen op te zetten. Dus jullie hebben concrete materialen, maar hoe zit het dan
tussen de verhouding van tekst en beeld die jullie toepassen bij het begrijpend lezen? De methode gaat uit volgens een bepaald didactisch principe. Dat we eerst de context schetsen. En vooral dat is de eerste les altijd de contextles. Daarin gaan we het thema neerzetten. En dat wordt vooral met fysieke materialen gedaan. Dus er wordt een hoek in de klas ingericht. Die materialen worden gepresenteerd. Daar wordt over verteld. Kinderen mogen daar dingen mee doen. En vervolgens zeg maar de verwerking wordt soms digitaal gedaan, maar ook soms ook in praktische opdrachten. Denkt u dat uiteindelijk bij uw lesmethode het beeld het ook kan gaan overnemen of de overhand krijgt? Nee, dat is niet onze visie. Het beeld is ondersteunend. Dus het beeld doet er wel degelijk toe. Kinderen leven ook erg in een beeldcultuur nu tegenwoordig. Maar we willen juist ook dat kinderen zeg maar, echt met concrete materialen om blijven gaan. Zodat ze niet zeg maar, in een soort wereld leven waarin alleen maar het gaat over bits en bytes. Maar dat ze ook zeg maar, echt met hun handen en met hun zintuigen zeg maar, de materialen kunnen gebruiken, hanteren. En hoe ziet u over het algemeen de ontwikkeling van digitalisering in educatief materiaal voor u? Nou ja, het grote voordeel van het digitaal is dat je flexibeler bent. Vroeger kocht je een methode, daar moest je dan 10 jaar mee doen. En wij weten nu wel dat de wereld over 10 jaar er volkomen anders uit kan zien. En daar kan de digitale omgeving enorm mee helpen door voortdurend actueel te blijven. Dat gaat dan veel eenvoudiger op een digitale manier. Je kunt dingen zeg maar, op de website zetten. Scholen kunnen ook, als ze deze methode gebruiken, eigen materialen toevoegen, eigen filmpjes. Maar je kunt hem ook voortdurend actualiseren. Vorig jaar hadden we nog geen idee van de Brexit. Nu bij de Leskist Europa kunnen wij gewoon een filmpje, een PowerPoint over de Brexit toevoegen. Nou, dat maakt de methode natuurlijk uiterst flexibel en actueel. Ontzettend bedankt voor uw tijd en voor het beantwoorden van mijn vragen. Graag gedaan. Over het algemeen wordt beeld steeds belangrijker. Echter zijn de meningen af en toe wel een beetje verdeeld. De ene gaat vooral voor de digitalisering en de andere vindt dat beeld een ondersteuning blijft aan tekst. Maar één ding kan ik wel concluderen en dat is dat beeld de toekomst is.